Ik zag de kant al gelopen en dan zie ik hem niet. Vlak achter me. Oké. Nou, de dames die zijn op de bank, zoals jullie zien. Dat zien jullie. Elwin legt met de kop over de armleuning heen. Rijker is aan de andere kant. En ik ga Kandalf zo even eten geven. Dan kan die de hal in. Ja, dat is een patroon. Die doe ik weer ergens anders in. En dan kan ik dat iedere keer draaien. Hier staan ook cijfertjes in. En als die weer op nul staat, ik heb 60 inhalaties. En ik moet er 2 nemen achter elkaar. En dat is dezelfde hoeveelheid dan dat ik bij de vorige inhalator had. Een hele goede middag, lieve vrienden. En oprechte goede middag. Ja, want het is alweer laat. Het is 15:52. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is vandaag zaterdag de 15e van de 10e 2022. En ik zei al, het is 15:52. Ik ben al geruime tijd uit. Ik heb visite gehad, onverwachts, wat ik niet wist. Dus ja, onverwacht is altijd leuk en gezellig. Enkel er was er eentje bij, die wilt niet op de film of wat dan ook. En ja, dat kon ook gewoon niet op dat moment. Maar ik moet dan met al wel de meisjes nog steeds uitlaten. Ze zijn wel in de tuin geweest, het heeft geregeld, het heeft geplengst. Maar het is nou de zon die schijnt. Dat we gaan er gewoon lekker er doorheen en er tegenaan. Ik moet mijn medicijnen nog ophalen, ook dat moet ik nog doen. Dus ja, en dat kunnen jullie niet meenemen, want die houder moet nog steeds aangedraaid worden. En daar heb ik toch wel de ruimte voor nodig, ja. En daglicht, en in die schuur is donker. Ja, dat moet toch dan buiten gedaan worden, weet je. En dan moet je ook nog weten precies hoe en wat. Maar dat komt wel goed. Als het mooi weer blijft, dan tenminste ja... Mooi weer. Als het droog blijft, kan ik dat straks even doen. En anders, ja, dan moeten we maar wachten tot het weer wel een fatsoenlijk droog weer is. Voordat ik dat kan doen. En voordat jullie weer mee kunnen. Ja. En jullie kunnen mee in de tas. Maar meer alleen. Nou, en ik ga toch maar even naar de apotheek meer niet. Want het is maar te bagger weer en te koud. Ja. En ik heb thuis ook genoeg te doen. Want zoals jullie weten, ik moet nog de keuken in. Ja. En dat komt allemaal goed. Ik heb koortsuitslag nog steeds op mijn onderlip. Maar ik voelde bij mijn bovenlip ook iets. Wat dat was, weet ik niet. Maar cool. Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval deugt er allemaal niet daarop. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Dat geneest vanzelf wel. En anders maar niet. Ik pech. Ik zag de kant al gelopen en dan zie ik hem niet. Vlak achter me. Oké. Nou, de dames die zijn op de bank, zoals jullie zien. Dat zien jullie. Elwin legt met de kop over de armleuning heen. Rijker is aan de andere kant. En ik ga Kandalf zo even eten geven. Dan kan die de hal in en dan kan ik met de meiden fatsoenlijk uit. Dus dat gaan we gewoon doen. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een lach. Probeer ik ook gewoon te doen, ondanks van alles en nog wat. We gaan er gewoon weer tegenaan. En ja, kom er gewoon gezellig bij. Ben je nog niet geabonneerd? Nou, dat kan, hè. Rechtsonder. Als je zo voor die kamer, voor dat ding zit. Ja, rechtsonder. Abonneren, belletje klikken en op alles. Blijf je altijd op de hoogte van Corina en de Beestenbol. Dus kom er gezellig bij. Abonneren is gratis, dus wat wil je nog meer? Ja, ik zou zeggen, geniet ze en geniet ook weer met ons mee. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik ben met de meiden al lang al uit geweest. Ik ben alweer naar de apotheek geweest en naar de Vomer geweest. En ja, niet veel gehaald hoor. Nee, mijn medicijnen dus. Nou, dat zijn die... ja,
Nee, is niet voor jou. Nee, is niet voor jou. Nee, Elwin. Is voor vrouwtje. Mag jij niet hebben. Moet ik even zien waar ik hem op kan doen, want dat andere was heel makkelijk. Oh, hier. Nee, is ook niet voor jou. Nee, is ook niet voor jou. Nee, is niet voor jou. Haal er even één eruit, zodat jullie zien hoe het eruit ziet. Ik moet even kijken hoe ik dat moet hebben. Ja, dat is een patroon, die doe ik weer ergens anders in. En dan kan ik dat iedere keer draaien. Hier staan ook cijfertjes in. En als die weer op nul staat, ik heb 60 inhalaties. En ik moet er 2 nemen achter elkaar. En dat is dezelfde hoeveelheid dan dat ik bij de vorige inhalator had. Dan hoefde ik maar 1 puffje, maar dat was dezelfde. En nou is het gewoon in een ander formaat. En omdat ik toen 1 had, dat staat gelijk aan 2 van deze. Dus ik moet 2 keer inhaleren. En dat doe ik op een bepaalde tijd, dat is 's avonds. Want dan heb ik meer medicijnen. Ook voor mijn cholesterol nog. Heb ik ook. Dus ja, dat gaat allemaal gewoon door. Zo, doosje weer dicht. Dat kan straks weg. En dan heb ik nog wat gehaald. Nee, dat zijn 2 blikjes snert. Want ik heb zin in snert. Lekker broodje erbij. Wie doet je wat? En uiteraard heb ik een Bounty mee. Zo meteen bij de koffie. En kom hier. Omdat die blaasontsteking steeds weer terugkomt, vannacht had ik weer problemen. En dat valt nou wel weer mee. Maar heb ik een fles cranberry drank genomen. Maar ook gedroogde cranberry. Dus ja, daar gaan we lekker van genieten. Dan kijk ik met het weekend wel toe. En dan, als ik het, dan zien we of het nog weer terugkomt, ja of nee. En anders vang ik urine op en dat breng ik even weg. Zet het maar op de kweek, kijken hoe wat. Maar in ieder geval, dit zijn nog genoeg medicatie, toch? Ja, ik heb het nog nooit gehad, kun je nagaan. Dus, maar oké, die tas is weer leeg. Gaan we weer op. Nou, en ik ben niet de enige met koortsuitslag, er zijn er meerdere, heb ik wel gezien bij de VOMAR. En wie kwam ik tegen? Onze enige echte Marianne. Ja, dat was wel even leuk. En die zou even mee helpen zoeken naar de cranberry gedroogde. Maar het lag ergens weer achter, de mensen hadden er weer andere spullen eroverheen gegooid. Ja, en dan zie je het 1, 2, 3 niet. Ja, maakt niet uit hoor. Nee, maakt helemaal niet uit. Zo. Voilà. En nou is ja, de aanrecht nog. Maar ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten en het liefst nog meer. Ik ga nou eerst lekker een bakje koffie maken met die erbij. En daarna neem ik dit en peuter ik hier wat van. Dus ja, zo gaan we door. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder van bijna avond. Ja, het is 6:30. Dus ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om naar bed toe te gaan. Het is ook alweer bijna 3:00. Ja, die heeft het al 3:00, maar mijn telefoon al niet. Het is 2:58. Dus ja, ik wens u allen een welterusten toe. En slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En ik hoop natuurlijk op een leuke dag. Ook voor jullie, maar ook voor ons. Zodat we samen kunnen genieten. Dus ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht.